Op 18 maart rond de klok van 12:30 kreeg de brandweer een melding van een autobrand op de Turfweg in Veldhoven. De auto stond geparkeerd op de oprit, maar vertelde dat de auto nadat ze van de sport terug waren gekomen erg vreemd rook. Enige tijd later bleek dat de auto vlam had gevat, waarop 112 was gealarmeerd. De brandweer was snel ter plaatse, maar de auto liep onherstelbare schade op.